Hey, volgens mij heb ik jou ook ooit geïnterviewd, of niet? Hey, jij daar. Mijn naam is Tom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Kortom. Vandaag weer een nieuwe aflevering van mijn serie Hashtag Schooltour. De serie waarin ik in elke aflevering naar een andere middelbare school in Nederland of België ga om pittige vragen te stellen. Vandaag gaan we terug naar de welbekende ghetto school. We hebben 1 miljoen views gehaald, dat moet gevierd worden. Als je niet meer weet waar ik het over heb, check dit even. Het is zeker ghetto school. En dit. Kneuken jullie allemaal de moeder. En er gebeurde ook nog dit. Ik heb iemand doggy gegeven in de wc. Ik heb iemand in de wc gedouwd. Ja, ik ben benieuwd hoe het met ze gaat. We gaan het nu zien. Voordat we beginnen wil ik nog even zeggen, dit is de ene laatste aflevering van Schooltour op dit kanaal. Dat klinkt als slecht nieuws, maar dat is het zeker niet. Er komt alleen maar meer Schooltour online, maar op een nieuw kanaal van mij. Dat linkje naar dat nieuwe kanaal staat alvast hieronder. Dus ben alvast geabonneerd. Aan het eind van deze video herinner ik jou nog een keer. Laten we nu eerst naar de ghetto school gaan. Thomas, ik heb bezorg. Alles goed hier. Gaat fout. Ik heb een groepje gevonden die de video heeft gezien. Wat zei jij de vorige keer ook alweer? Maar ondertussen worden wel mensen gewoon doggy stijl genomen hier op de toiletten. Dus ik ben een beetje in de war. Ja, maar weet je waarom? Hun komen uit een Overvecht en Kanaaleiland en zo. Ergens op het laatste ding. Hallo. Heb je even? Ja, tuurlijk. Ik loop even mee naar binnen als je wilt voor het even werken. Oh nee, dan ga ik weg hoor. Ja, nee, want de vorige keer was het ook niet. Maar ik hoef helemaal niet naar binnen, want ik ben gewoon publiek terrein. Dus nee, ik liever dat je weggaat, want anders dan moet ik kijken tot de politie bellen. Is goed. Hij wil dat ik wegga. Het is een beetje jammer jongens, we worden weggestuurd van deze school. Meneer is boos. Hij mag op zich de politie ook wel bellen. Is dat niet een keer leuk voor een video als de politie wordt gebeld? Kijk, op zich sta ik op publiek terrein. En hier mag je filmen. Interview mag je doen wat je wil. Dus misschien is het gewoon een moment dat de politie een keer moet komen in Schooltour. Ook leuk. Ja joh, heb je ook een verhaal? Hoi. Hoi. Wil jij iets zeggen? Hey! Jullie school heeft 1 miljoen views op YouTube, wat vind je daarvan? Dat kan niet, dat bestaat. We hebben geen YouTube kanaal op school. Nee, maar ik heb hier een video gemaakt. Ja, weet ik. Wat vind je daarvan? Ja, is slecht. Slecht? Onze school komt op een slechte manier in een naam, een grapje, ik weet niet. Hey, ja. Wil jij iets zeggen? Ja. Jullie school gefeliciteerd. Dankjewel. 1 miljoen views voor jullie school op aflevering 2 van Schooltour. Wat vinden we daarvan? Ja, heel mooi, ja. Nu zijn we een beetje beroemd. Oppas, jongen! Mag ik jou iets vragen? Hey, hoe ghetto is deze school? Niet zo ghetto, man. We zijn net de jongens. Nee, wat was ergens wat hier ooit gebeurd dan? Praat zonder vinger op te steken, man. Wow, hebben jullie mediatraining gehad? Wat wil je zeggen tegen alle mensen die dit de ghetto school vinden? Veel plezier met kijken. Veel plezier met kijken naar aflevering 2 van de ghetto school. Is deze school echt zo ghetto? Dat heb je in de vorige aflevering gezien, denk ik. Dat is het antwoord, dus ja. Ik ga daar geen uitspraak over doen. Hey, ik zoek eigenlijk die jongen die zei van deze school is echt ghetto. Waar is hij? Waar is Jason? Ik wil met Jason praten. Hey, de school wil de politie bellen, wat vind je daarvan? Goed. Waarom? Ben ik zo slecht dan? Nee. Ja, maar je lijkt wel een beetje op een Marokkaan. Ik lijk op een Marokkaan? Ik ben zo wit als de pest. Toch? Hoezo heb je half wit en half bruin haar? Ja, Duo Panotti. Is dik jongen, is dik. Laat hem. Is toch dik hè? Is dik. Duo Panotti, wat is dat? Wat Duo Panotti is? Maar mijn Insta. Snap. Kijk, dan gaat hij het piep in doen hoor. Ja. Piep. Wat vonden jullie de docenten trouwens eigenlijk van deze video? Fucking cool. Fucking cool. Leuk. De buurtbewoners zijn er niet heel blij mee, nee. Ja, wat wil je tegen de mensen in de buurt zeggen? Die zeggen die kinderen van die kunnen beter niet hier naartoe komen. Je dochter mag bij mij thuis komen. Wauw. Is er nog iets ergs gebeurd sinds de laatste keer dat ik hier was? Te veel. Scooters na de tering en Hoe dan? Ja, weet ik niet. Ja, wat vonden jullie docenten zo van de video's? Ik weet niet. Ik vond het leuk. Jij vond het een leuke video. De politie komt dadelijk. Want ik ben een boef. Wat wil jij zeggen tegen al die mensen hier in de buurt die zeggen van hey, oprotten. Tuig. Ja, wat heb je nog te zeggen? Het klopt wel. Nee, de buurt klaagt over ons. Wat zegt de buurt dan bijvoorbeeld? Oh, dat we in lastig vallen en zo, in de pauzes. Wat wil je zeggen tegen alle buurtbewoners die zeggen oprotten, weg met die school? Jullie moeders. Oké, de vorige keer gingen we op zoek naar Boomba. We hebben Boomba niet gevonden, maar hier is eindelijk Boomba. Boomba! Boomba! Boomba, de vorige keer heb ik jou niet gevonden, maar er gingen wel heel veel geruchten over jou rond in deze school. Wie is Boomba? Dat ben ik. En wat doet Boomba? Die doet niks verkeerd, die volgt gewoon zijn lessen, niks. Ik ben een brave jongen. Boomba is een brave jongen, maar waarom heb je dan jezelf helemaal ingepakt? Ik wil niet herkend worden op beeld. Oké.
Ja, ik heb het vreselijk koud. Begrijp je deze? Nederland is een hele aparte wereld. Begrijp je? Aparte land. Het is een aparte ui. Ja, ik moet toegeven, het is ook wel een beetje vies weer. Is Boema de grootste strijder van deze school? Ja, man. Zijn je met broertje van Esco? Q-Movie zegt, jij gaat echt naar rare scholen, man, broer. Deze is niet raar, deze is fucking raar. Ja. Ondertussen wordt hier een fiets gejat. Mr. Steven zegt, respect voor de docenten op deze school. Lijkt me echt een nachtmerrie om op deze school te werken. Een nachtmerrie. Het is een goede school, we leren veel. Punt uit. Ja, en de docenten hebben ook wel een prettige tijd hier, denk je? Goeie docenten, we hebben goede docenten. Ja? Hey, en wie is jullie minst favoriete docent? Heb ik niet. Hamid Simo. Wat wil je tegen hem zeggen? Jouw moeder Hamid Simo. Mevrouw de Hoef, je kan. Wat betekent dit? Ouders, als jullie deze filmpje zien, stuur je kind alsjeblieft naar deze school. Dit is een toekomstschool. Het maakt je toekomst beter. Dus ga naar deze school, het maakt je toekomst beter. Applaus! Ja, jongens. Er wordt hier ook gezegd, op al die scholen zitten echt zogenaamde slechte namaak van Boef. Ze denken zeg maar heel stoer en grappig te zijn, maar in het echt zijn het domme grappen die opkomen in jullie poffertjeshoofd. In jullie poffertjeshoofd. Is deze school echt zo ghetto als heel Nederland nu denkt? Tuurlijk! Voilà, deze school gaat kapot, jongen. Deze fluiten is niks meer. Ze zeggen dat jij een nepboef bent. Nepboef natuurlijk niet. En een poffertjeshoofd. We zijn ook gewoon Nederlanders. Multiculturele samenleving. Kijk dan, gewoon Nederlanders. Hé jongens, dat is niet aardig. Dat is niet aardig. Klopt het dat deze school een beetje ghetto is? Deze school is super ghetto, nevel. Wat wil je zeggen tegen die man die net de politie belde omdat hij zegt dat ik weg moet? Die kan mijn lul op. Misschien wil hij dat wel. Die kan mijn lul op, ja. Deze school moet één ding verbeteren, dat is heel lekker eten brengen. Kijk naar mij, ik heb echt honger. Het is belangrijk om te gaan eten. Iemand in de comments noemt jullie allemaal neppe versies van Boef. Hun k***e moeder. En ze zeggen ook dat jullie domme grappen maken die opkomen in jullie poffertjeshoofd. Wij zijn niet een... Mijn moeder maakt domme grappen. Allah, daar, onze moeder maakt grappen. Ja. Maar kijk, wij zijn hier zo lekker weertje. Hij is echt slecht, jong. Hé, jongens. Waar is trouwens die kleine Lilliputter versie van Boef gebleven? Hij is pas op je woorden, SP. Hij is verhuisd naar Den Haag. Hij is voetballer. Kon dit niet meer aan na mijn bezoekje? Hij werkt bij New York Pizza. Lekker. Mag ik ook pizza dan? Je mag mijn pizza, mijn broekje. Opgerold Turkse. Dat is een beetje gay, man. Turkse pizza met goede knoflook, kom. Ja. Oké. Iemand zegt ook, jeez, wat een gare school. Eeuw, laat hem maar komen, want dan ziet hij wat gare school is. Eerlijk, dit lijkt me echt een kapot leuke school, of ben ik de enige? Jawel, maar alleen er zijn veel terroristen hier zo. Mag ik nog ietsje SO doen? Doe maar. SO na Keila Tamati! Eeuwla! Het is gewoon overvecht, dat is buik! Hé, hey, volgens mij heb ik jou ook ooit geïnterviewd, of niet? Of Chilino, ik heb gehoord dat jij de meest grappige guy bent van deze school. Mag ik op de foto? Natuurlijk. Oké, wat wil jij zeggen tegen alle mensen die jullie school heeft gezien met 1 miljoen views? Ik weet niet, man. Wij overtreffen gewoon iedereen, dat moet je wel weten. Ja, is het een beetje ghetto hier? Sowieso. Is er nog iets ergens gebeurd sinds de laatste keer dat ik hier was? Oké, vertel. Wat is er gebeurd? Zoek in mijn been. Wacht, vertel. Ik word zoek in mijn been. Ik heb Viagra en zijn drinken. Ja, Viagra ook. Ik heb Viagra gedronken. Lekker. En wat gebeurde er toen nadat je Viagra had gedronken? Ik weet niet, man. Ik was even van de wereld af. Maar ja, maakt niet uit. Kan gewoon gebeuren. Ja, gebeurt wel eens. Alleen maar probleem hier. Alleen maar gezeik. Kan niet. Het is alleen maar ghetto hier. Snap je? Ja, we zijn ook weggestuurd door je conciërge. En dit keer echt. En ik werd soort van aangevallen door iemand de vorige keer in de video zat. Er staat denk ik niet op beeld, maar iemand kwam echt fucking agressief naar me toe. En die werd net tegengehouden door een conciërge. Oké, staat hier nu een meisje op beeld. Die wil nog wat verhalen kwijt over de school voordat wij de trein pakken naar huis. Wat is er gebeurd? Er is een keertje een meisje die een onvoldoende had en voor biologie en ze ging de meester puiven voor een voldoende. Is het echt gebeurd? Ja. Weet je het zeker? Ja. Holy shit. Oké. Wat maakt deze school tot een ghetto school? Vechten en dat soort dingen. Meisjes vallen elkaar aan, je ziet haar op de grond liggen, politie, meisjes worden opgepakt, de politie, jongens worden geboeid en meegenomen. Holy shit. Kinderen worden geslagen met wapenstok op straat hier voor de school. Voelen jullie veilig op deze school? Ja, als je veel vrienden hebt die jou beschermen, dan wel. Dit klinkt letterlijk als een gevangenis. Als je veel vrienden hebt die jou beschermen.
We doen altijd wel iets fout, maar we zijn verder gewoon lief. Wordt elke dag wel iemand in elkaar geslagen hier? Elke dag. Maar hoe vaak per week? Misschien net 1 of 2 keer. Per 2 weken? Ja, per 2 weken ongeveer 1 keertje. Dus er worden hier ongeveer 30 kinderen per jaar in elkaar geslagen. Ik ga hem afsluiten, maar voordat ik hem afsluit wil ik jou vragen om te abonneren op mijn nieuwe YouTube kanaal. Waar dus binnenkort elke 2 weken schooltour opkomt. Ben geabonneerd, komen ook heel veel andere toffe series online. Dit is de ene laatste aflevering op dit kanaal, dus ga dat nu doen. Staat nu in beeld en nu hier onder de video. Comment ook vooral even je eigen school, misschien kom ik dan de volgende keer bij jouw school langs. Ik zeg duimpje omhoog, abonneer. Bedankt voor het kijken en ik check je later.